redenering van Geert-Jan Haan. Die zegt, als je kijkt in het verloop van die oorlog, dan krijgt Zelensky steeds uiteindelijk zijn zin. En toevallig zit hij hier, Geert-Jan Haan. Nou, Bernard. Ja, dus eerst maar eens even deze vragen. Hoe kijkt Europa tegen het idee van een no-fly zone? Ik denk wat meneer Ozinga zegt, klopt dat er geen debat over is, geen discussie meer over is. Eigenlijk niet gevoerd überhaupt sinds het begin van de Russische invasie. Toen ook heel zwart-wit de stelling werd neergelegd, ben je voor of tegen een no-fly zone voor het hele land. Ik heb de archieven door zitten spitten en ik ben één keer een nieuwe discussie tegengekomen. Dat was november 2022, toen in Polen Oekraïnse luchtafweer terechtkwam na een Russische raketaanval. Daar kwamen ook een paar dorpelingen bij om het leven toen. En de Finse buitenlandminister die zei toen, voorafgaand volgens mij aan een NAVO-zitting, het sluiten van het Oekraïnse luchtruim komt zeker ter tafel, één van de opties van hoe we Oekraïne kunnen beschermen. Maar toen hebben de Amerikanen en ook Duitsland, Duitsland heeft al heel snel gezegd, een no-fly zone ligt absoluut niet op tafel. We sturen onze oorlogsvliegtuigen voor surveillance, voor meer air policing, samen met onze Eurofighters. Dat bieden we althans aan aan Polen. Nou, Duitsland, Polen, je weet, dat ligt gevoelig, dus Polen wou dat ook niet zomaar aannemen. Maar in ieder geval, dan kunnen we die grens van Polen en Oekraïne kunnen we wat beter bewaken. Dat is de laatste keer volgens mij, voordat meneer Ozinga dit hier in dit programma zegt, dat er serieus over gedebatteerd is. En als je kijkt naar de laatste NAVO-Oekraïne-raad, is daar een no-fly zone genoemd of is er aan gerefereerd? In de notulen die beschikbaar zijn gemaakt, zie je niks over een no-fly zone als optie. Vorige week kwam die NAVO-Oekraïne raad bijeen op verzoek van Oekraïne in verband met de veiligheid van de Zwarte Zee. In het Engels staat er dan, NATO and allies are stepping up surveillance and reconnaissance in the Black Sea region, including with maritime patrol aircraft and drones. Dat is het. Ja, dat is een no-fly zone? Nee, dat is geen no-fly zone. Nee, dat is geen fly. Oké, er is belangstelling vanuit de buurlanden Polen en Roemenië. Die zitten tegen de vuurlinie aan. Ja, nou, je zou kunnen denken dat daar in ieder geval er discussie over zou zijn. Maar die kom ik helemaal niet tegen. Ook niet in de verklaring van de Roemeense president Klaus Johannes, die toch wel fel was richting Rusland. Het zijn oorlogsmisdaden wat Rusland doet, zo tegen die Roemeense havens ook aan, met die bombardementen op Odessa. Maar het zijn landen die, en dit is even een commentaar, een duiding erbij, die volgens mij nog steeds te bang zijn voor escalatie. Zeker Roemenië wil graag ver van deze oorlog vandaan blijven. Maar het heeft wel een grote transportfunctie gekregen. Als je kijkt naar die bombardementen op Odessa, maar dan op die kleinere havens waar we het over hebben, Ismail en Reni. Dat is helemaal niet aan de Zwarte Zee. Nee. Ismail ligt 100 kilometer hemelsbreed van de Zwarte Zee vandaan en Reni 150. Dat ligt op een drielandenpunt met een Moldavische haven en met Galați, een grote Donauhaven in Roemenië. Dus het zou in het Roemeense belang zijn om toch meer waarborg van veiligheid hier te hebben. Polen is veel drukker met Wagner bezig en met de eigen verkiezingen. Het zou kunnen, Bernard, dat het in Jeddah even ter sprake komt. Die vredesconferentie. Ja. Kijk, het zou in het belang van Oekraïne kunnen zijn om dit nu weer ter sprake te brengen. Ik heb ook nog even contact gezocht met Moldavië. Geen NAVO-lid, maar wel heeft twee koeien en een paardenkop als leger, heeft niks. Maar ook daar is geen discussie over no-fly zone. Het is zo ver weggezakt dat we überhaupt niet onder andere voorwaarden dan anderhalf jaar terug, wat meneer Ozinga ook zegt, dat debat voeren. Oké, Frans Ozinga, maken Roemenië en Polen zich terecht zorgen om escalatie? Ja, ten dele. Heel snel wordt dan de koppeling gemaakt van, als we in direct contact komen met Rusland, dan is er meteen Wereldoorlog 3. Daar zit nog heel veel tussen. Rusland kan zich momenteel ook geen directe confrontatie met het Westen veroorloven. Die strijdmacht heeft waanzinnige schade opgelopen. Die moeten overal uit heel Rusland eenheden vandaan halen om naar Oekraïne te brengen. Dus in die zin is dat de nucleaire escalatierisico is er. Maar het is niet meteen zo'n lineaire lijn van oké, we komen elkaar tegen, dus meteen nucleair. Daar zit nog heel veel tussen. Ja. Daar zit heel veel diplomatie tussen. Het hangt van de modaliteit af waarin bijvoorbeeld zo'n no-fly zone opgelegd zou worden, of waar het opgelegd zou worden, welke rules of engagement er zouden zijn. Kijk ook even naar die graantransporten. Rusland is heel dreigend naar die transporten geweest en vervolgens komen er toch gewoon 3 tot 6 van die schepen doorheen. Daarboven vliegen NAVO-vliegtuigen
vliegtuigen die wellicht daar helemaal niks mee te maken hadden. Maar dan zie je uiteindelijk dat Rusland vaker enorme veel geluid maakt, maar als puntje op paaltje komt en het Westen beweegt niet de kant op die Rusland wil, maar geeft een beetje weerstand, dat Rusland uiteindelijk einde voor zijn geld kiest en ook geen directe confrontatie wil. Ja, Geert-Jan, je wilt... Ja, ik heb één vraag voor meneer Ozinga. Zou je voor een deel van Oekraïne, als je daar een no-fly zone voor in zou stellen, zou het dan gaan wat u betreft om het feit dat je dan voorkomt dat er onbemande vliegende objecten terechtkomen? Dus je wil voorkomen dat er raketten en drones komen en je hebt het dus helemaal niet over een direct contact met een Russische vlieger. Exact. Sowieso, hè. De Russische vliegers komen niet of nauwelijks meer over de frontlijn, want ze hebben echt, nou, sommigen zeggen al 200 vliegtuigen verloren. In ieder geval in de eerste week 88 vliegtuigen en helikopters. Dus ze zijn als ze dood om te dicht bij die grenslijn, de frontlijn te komen. Dus je praat over het beschermen van civiele infrastructuur tegen die voortdurende Russische aanvallen met drones en kruisraketten. Dat kun je doen met luchtafweerstellingen op de grond, of je kunt het doen met vliegtuigen die om en nabij in West-Oekraïne bij steden vliegen. Daar zijn verschillende modaliteiten. Maar je praat ook niet over het aanvallen of het verdedigen tegenover Russische vliegtuigen. Want die raketten en die drones worden op honderden kilometers afstand afgevuurd. Die bommenwerpers die de kruisraketten afvuurden, dat is echt op 500.000 kilometer af van de frontlijn. Dus er komt überhaupt niet in de buurt. Nee. Even nog, Geert-Jan, heel kort. Er is één land dat wel strengere maatregelen voor het luchtruim heeft ingevoerd. Ja. En dat is, geloof het of niet, Rusland. Ja, in Moskou, met name rond het Rode Plein, is het inmiddels verboden om met drones te vliegen. Het risiconiveau is ook omhoog. Je ziet verkeersborden in Moskou verschijnen met hoge boetes. En ik hoor ook steeds meer verhalen van navigatiesystemen die door het jammen ook overstuur raken. Dus de no-fly zone in Europa raakt op dit moment de taxichauffeur in Moskou. Al schreef de Nederlandse ambassadeur op Twitter: helaas zijn er wel meer Moskovieten de weg kwijt. Ja, oké, dat is een hele mooie. Oké, wou je nog wat zeggen, Frans, voordat we afscheid nemen? Ik vond het een mooie opmerking. Het is een mooie opmerking. Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden, en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, heel hartelijk dank. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws, en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.